Welkom kijkers bij een nieuwe video. Vandaag gaan we verder werken aan ons kasteel village ding. We gaan vandaag de paden aanleggen. De torens zo goed als proberen af te maken. En jullie hebben al gezien dat deze toren gebouwd wordt. Ik ga een klein stukje van deze toren laten zien. En dan schiet ik direct op met andere torens. En die ga ik dan wel niet meer live streamen. Opnemen. Dus dan laten we onze materialen pakken. Hè. Even op mooi weer zetten, want dit is echt kut. Zombie-macarena. Zombie-macarena.
Ja, dit soms gaat het echt vlotjes. Zoals je kan zien. Ik ben zeker niet aan het struggelen. Oké, okay, maar die blokken gaan dan rap door. Ja, dus zo ziet het eigenlijk hoe dat ik die torens. Opbouw. Dus eigenlijk hoeven we die niet veel meer te zien, hè. Dus dan ga ik zo meteen gewoon nog even een beetje muren maken. En dan ga ik eerst al deze torens op de juiste hoogte brengen. Ik heb nog één blokje nodig hier aan boven. Ja, dat doen we dan wel nog een andere keer. Even. Naar basis gaan, even gaan slapen. En dan gaan we zo meteen weer verder werken. Hè. Al deze decoratie moet er natuurlijk nog bij op, hè. Is heel veel detail, hè. Maar alles wat ik wou ziet er normaal is wel mooi uit. Hier een driehoek. Een blok en hier een twee. En hier ook een driehoekje. Het zou een beetje wel zo moeten zijn. Zo, en waar moeten we langs de zijkant? Moeten hier ook op. Twee keer. En daar een blok op. Dus dan gaan we daar in een paar half uur of zo ga ik dan terugzien als we deze toren af hebben. Hè? Dan gaan we dan weer niet in een timelapse doen. Ik zie jullie gewoon toren terug wanneer de toren hebben. Helemaal af, de tweede. Dat is grappiger gegaan dan ik dacht. Ik heb hier misschien 10 minuutjes aan gezeten. En dan was deze toren al af. Dus nu hebben wij de twee buitenste torens af. We gaan de volgende toren, wordt dan deze. Maar eerst. Even een pauze te nemen van de toren bouwen. Gaan we wat paden aanleggen. Gewoon de basispaden. Hè? De hoofdpaden. Ja, de paden die een beetje
De paden gaan er nog een beetje anders zijn hoor, maar. Ineens komt hier random licht door de grond. Dit had ik al in gedachten om een klein marktpleintje te houden. Oké, zo. Want hier komen kraampjes te staan. Zo, dat gaat redelijk goed werken. En dan was hier een pad naar omhoog ging. Auw. Hè? Zoek mij geen meer de... Hè? Oké. Logica. Dan komt hier dingen te staan. Zo. Nu ook weer dingen te staan. Dan kunnen we best ook zo. Doen. Dat gaat nog veel vlotter worden om naar boven te geraken, maar... Het is gewoon simpel paden denken dat de paden een soort van gaan een beetje. Ik zo zelfs damage van aan mij. Lossen. Al redelijk wat paden gemaakt. Mijn shovel is half kapot. Al deze paden worden nog 10 keer beter gemaakt hoor. Dit is gewoon een ruwe schets. Had ik al gezegd dat, maar die paden gaan hier nog veel verder naar beneden gaan. Oké, en hier eindigen we tot nu toe. Hier kunnen heel veel huizen. Dus, oké, dat was het al. Ah, heb ik altijd zoveel rommel in mijn inventory. Maar nu als we dat hebben gedaan, gewoon terug de normale spullen in ons inventory pakken. Extra. Ik heb nog even wat extra materiaal moeten maken. Door je volladen met diep zoiets. We gaan een extra stick van dat maken. En twee extra stikken van dit. En dan hebben we nog meer dan genoeg steen.
Dit kunnen we dan en hoe ver in de rand hebben. Poep. En we kunnen weer verder met bouwen. Ah ja, en nog een paar dingen die ik nog niet aan jullie heb laten zien. Zoals ginder. Is zijn mountains en hier is een nieuwe mobfarm. Heb ik ontdekt dat daar nog een mobfarm onder zat. Dus wij gebruiken onze oude skeleton farm niet meer van het begin van de serie. Dus dan ga ik weer gewoon die toren bouwen en dan zie ik jullie daarna weer even terug als we nog even wat muren gaan doen. Zometeen. Dus de derde toren is nu voltooid. Dus nu gaan we in een. Sorry. Timelapse. Nog een beetje. Ja, niet echt. Kunnen we nog iets doen in een timelapse? We kunnen nog een beetje in een timelapse hier een beetje terraformen. Is een beetje te verbeteren. Want dit is niet echt op iets. Maar wat ik ook later zou willen gaan doen, is natuurlijk deze mottige. Oh shit. Deze mottige hele zijkant hier beter maken. Hoe? Dat weet ik nog niet. Maar op een of andere manier gaan we die zijkant proberen beter te maken, zodat hij minder stijl is. Want dit is hier heel erg stijl, dus, en dat willen wij niet. Dus dat gaan wij later wel moeten doen. Dus dan ga ik weer zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer.